Goedemiddag. En welkom bij deze technische briefing voor de Commissie voor Economische Zaken en Klimaat over het AIV-advies Slimme Industriepolitiek, een opdracht voor Nederland en de EU. Ik heet van harte welkom de genodigden, de Kamerleden, de mensen op de publieke tribune en iedereen die het debat op een digitale manier volgt. Deze briefing wordt verzorgd door de Adviesraad Internationale Vraagstukken. En namens het AIV zijn digitaal aanwezig professor Dr. Luc van Middelaar, voorzitter van de Commissie Europese Integratie. Welkom. En Dr. Hans Kribbe. Zij zullen de briefing beginnen met een inleiding en daarna staan de leden om een aantal vragen te stellen. En het kan zijn dat er nog een aantal leden binnenkomen. Maar goed, laten we gewoon beginnen, want we hebben een uur. En ik ben uw voorzitter vandaag, de heer Thijssen van de Partij van de Arbeid. En verder zijn aanwezig mevrouw Kreuger van GroenLinks en de heer Ammerhaus van CDA. Wie van de twee heren kan ik als eerste het woord geven? Meneer van Middelaar, u bent nog gemute, we kunnen u nog niet horen. Ja, we zien uw mond bewegen, maar nog geen geluid. Als het goed is, zou hij nu moeten doen. Kunt u nog iets zeggen? Nee, nog niet. Kijk, ondertussen komt de heer Bouke binnen van D66. Welkom. Wij proberen het geluid even aan de praat te krijgen. Ja, ik kan doen. Ja, tot hij doet het. Ja. Heel goed. Hoe lang, even checken, hoe lang heeft u een presentatie voorbereid? Nou, we zullen kijken of dat in 25 minuten kan, zodat we ook ruim tijd hebben voor een gesprek. Ja, past perfect. Dat u? Ja, dat is helemaal goed. Dan is het woord aan u, meneer Van Middelaar. Dank u, voorzitter, de heer Thijssen. Dank allereerst ook voor de gelegenheid om dit advies toe te lichten. Een belangrijk thema voor u, onder meer de voorbereiding van het debat over verduurzaming industrie over een paar weken. Maar wellicht dat het thema ook nog op andere momenten terugkomt. Ten tweede inleidende opmerking, heel kort puntje op de i. Zoals u al zei, we zijn de Adviesraad Internationale Vraagstukken en niet de Adviesraad Industrievraagstukken of iets van die aard. Dus we hebben naar dit thema gekeken vanuit de buitenlandpolitieke en Europese dimensie met name. Maar zoals we aan de orde zullen brengen, heeft die buitenlandse dimensie, Europese dimensie, ook direct weerslag op Nederlandse vergroenings- en verduurzamingsagenda en ons binnenlandse industriebeleid. Derde punt is een kleine verontschuldiging. We hadden hier met vier mensen zullen zijn, de vier mensen die binnen de AIV dit advies in de kern hebben voorbereid. Mijn collega AIV-lid Monica Sie en andere externe onderzoeker Saskia Hollander. Zij beiden moeten zich wegens hetzij COVID, hetzij griep verontschuldigen. Dus wat dat betreft moeten wij ons ook verontschuldigen voor een matige genderbalans deze middag, die we juist zo mooi in evenwicht hadden willen hebben. We hebben ook een kleine PowerPoint. Ik weet niet of u die al kunt zien. Anders ja, zouden we PowerPoint is hier te zien. Nu even. Oké. Nou, daar ziet u allereerst een titelpagina, maar ook de titel van het advies dat in maart jongstleden is vastgesteld door de AIV. Slimme industriepolitiek. Misschien een woordje over die titel. Dat is een verwijzing ook naar een ambitie in het regeerakkoord van het kabinet Rutte 4 om slimme industriepolitiek te bedrijven. Zonder dat de regering dat daar op dat moment al heeft uitgewerkt, willen wij met dit advies als AIV bijdragen aan het debat wat kan nu slim zijn. Natuurlijk kan je zeggen, iedereen wil wel slim zijn of smart, waar dit waarschijnlijk een vertaling van is en we willen niet dom zijn. En een van de antwoorden die wij eigenlijk geven in dit advies is slimme industriepolitiek gaat erom om de fouten van oude, soms domme industriepolitiek uit de jaren 60, 70 te vermijden, zoals we al lang doen, maar tegelijk ook nieuwe klippen en gevaren in de huidige situatie te omzeilen. En dat betekent dat je soms wel industriepolitiek zult moeten doen. Ten tweede, ondertitel, een opdracht voor Nederland in de EU. Ik zei al, wij spreken vooral vanuit die Europese
en internationale dimensie. Maar we denken dat het heel belangrijk is, en ook voor u als commissie, om dit in samenhang te zien. Een actieve opstelling van Nederland in de EU, dat vergt natuurlijk goede diplomatie en dergelijke, maar ook een goed idee thuis over wat je eigen kracht is van je industrie, waar je kansen liggen en op welke dingen je zou kunnen inspelen. Dus het is echt dat samenspel tussen de binnenlandse economische visie die je zou moeten ontwikkelen en waar ook andere natuurlijk adviesorganen voor zijn, zoals u weet, voorzitter, hè, de WER, de CER, die ook een advies heeft geschreven, dat, waar u over zult spreken en waar het kabinet ook een reactie op heeft gegeven, Centraal Planbureau en dergelijke. Maar je moet dat dus in samenhang zien. Nou, technische briefing, dus eventjes beginnen met een stukje begripsverheldering. De volgende slide, alstublieft. Even een paar begrippen dat we weten waar we het over hebben. De belangrijkste eigenlijk is het onderscheid, wat wel in het debat wordt gemaakt, tussen twee vormen van industriebeleid. Horizontaal en verticaal. Horizontaal of generiek industriebeleid, dat is eigenlijk wat we van ouds in Nederland ook doen, in elk geval de laatste 30, 40 jaar. Dat is vooral voorwaarden scheppen. Hè? Als overheid met beleid voorwaarden scheppen met relatief algemene doelen. Hè? Bijvoorbeeld werkgelegenheid, innovatie, groei, dat type doelen. En daar heel generiek beleid voor maken, waar eigenlijk alle industrietakken en de economie in het algemeen van kan profiteren. Verticaal industriebeleid, dat is nu heel iets anders. Dan ga je echt dus gericht één specifieke industrietak, één sector ondersteunen. Financieel of op andere manier met vestigingsklimaat. En dat doe je dan op basis, als overheid, op basis van een van tevoren vastgelegd doel. Een bepaalde missie eventueel om een bepaalde sector te ondersteunen. Nou, waar het vandaag de dag veel over gaat is bijvoorbeeld de halfgeleiderindustrie. Ook belangrijk voor de verduurzamingsagenda. Energie. Hè? Dan kan je zeggen als overheid, we gaan verticaal heel gericht dat ondersteunen. Nou, er zijn nog wat andere onderscheiden. Indirect, direct, nou, dat is minder belangrijk. Maar in het debat wel belangrijk, en dat is terminologie waarmee velen van u ook vertrouwd zullen zijn, is dat je toch een verschuiving ziet. Er wordt minder gesproken vandaag de dag over een bepaalde sector, maar meer over ecosystemen. En ook in het Europese beleid, waar we dadelijk wat meer over zeggen, is dat een belangrijke term. En zo'n ecosysteem is eigenlijk een cluster van publieke vaak en private partijen, ook kennisinstellingen kunnen daartoe behoren, universiteiten en dergelijke, die in een bepaalde sector als het ware samenwerken. Nou, soms hebben die hele lange toevoerketens, hè, zoals we ook uit de pandemie ons nog herinneren, toen die toevoerketens ineens verstoord bleken te kunnen worden. Maar soms zijn die clusters ook regionaal bij elkaar en dan spreek je natuurlijk wel van een vallei, hè, zoals de Agro Food Valley nabij Wageningen. Nou, dat is even wat eerste begrippen, om even te kaderen waar we het over hebben. En dan is vooral, en dat is ook de volgende slide, dat onderscheid horizontaal en verticaal industriebeleid heel wezenlijk. Want wat we eigenlijk zien, en dat is ook de reden waarom dit hele thema nu zo op de agenda staat, waarom het in zekere zin spannend is, politiek brisant soms, is dat er een enorme kentering gaande is van een periode waarin we zowel in Nederland als in de EU bijna exclusief horizontaal industriebeleid deden, naar een periode waarin daarnaast ook dat verticale, sectorspecifieke, ondersteunende industriebeleid weer wordt opgepakt. Nou, we hebben dat als AIV geprobeerd wat in kaart te brengen. Hè, wat daar nou achter zit, achter die omslag, die kentering. En in de kern denken we dat twee grote schokken zijn die u alle vertrouwd zijn in zekere zin. Maar enerzijds is dat de grote financieel-economische schok die begon eigenlijk in 2008. En met de bankencrisis, Lehman Brothers. Vanaf dat moment zag je dat het denken over de verhouding tussen economie, industrie en staat al wat begon te schuiven. Overheidsingrijpen bleek weer nodig. Denk ook maar
in Nederland aan de nationalisatie van ABN AMRO, ook veel besproken in uw Kamer. Maar ook bleek, en kwam er weer meer aandacht voor het feit in de nasleep van die bankencrisis, dat sommige publieke belangen niet gewaarborgd kunnen worden alleen door het spel van de markt, zoals in de decennia daarvoor wel werd gedacht. Denk aan thema's als ongelijkheid, maar ook klimaat. Daar is toch een sturende overheid weer nodig. En dat is echt een verschuiving met de periode van de jaren 80, 90, 2000 daarvoor. Dat is die eerste schok. En die ook met name dat klimaatbeleid al heeft gestuurd. Maar er is nog een tweede schok. Minstens zo hevig. En dat noemen wij een geopolitieke schok. En dat is met name verbonden met de opkomst van China. Nou ja, daar kan je ook verschillende jaartallen op plakken. Dat doet er hier nou niet zoveel toe. Maar als u wil, 2016 is een jaar dat in Amerika president Trump aan de macht kwam. Onder meer met een stevige, dankzij een anti-China agenda die breed gedeeld werd door het Amerikaanse electoraat. Maar 2016 was ook het jaar waarin heel duidelijk werd door een aantal zeer spraakmakende en zichtbare overnames van China in de top van de Europese industrie in Duitsland. Heel bekend is het verhaal van het robotica bedrijf KUKA, dat plotseling werd opgekocht en geen enkel Duits bedrijf kon dat overbieden. Dat was zeg maar een parel van de Duitse mittelstand industrie in handen van China. En dat was wel echt een wake-up call, zoals dat in de lelijke Engels heet. Een moment van bewustwording in Europa. En tegelijk gebeurde hetzelfde in Amerika. Wacht eens even, China is niet alleen een land dat binnen Europa bijvoorbeeld investeert in armere landen in Oost- of Zuid-Europa, de haven van Piraeus opkoopt. Nee, China is ook een land dat concurreert op het allerhoogste niveau ruimtevaarttechnologie, robotica, informatica. En dat menens is. En vanaf dat moment zie je dat China echt een geopolitieke rivaal is van de VS. Ze wordt gepercipieerd. En dat dus, en dat is heel wezenlijk, en dat zijn we de afgelopen decennia waren we dat een beetje vergeten. Industriepolitiek gaat dus niet alleen over de economie, over welvaart en banen, maar industriepolitiek is zowel voor China als ook voor de Verenigde Staten rechtstreeks onderdeel geworden van de buitenlandspolitiek en van de veiligheidspolitiek. En dat betekent dus dat de strijd om grondstoffen, om energie, dat is natuurlijk vandaag na en tijdens de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne ook heel actueel, onderdeel is van die geostrategische machtsstrijd tussen deze twee grootmachten. En dat heeft ook directe weerslag op ons, op Europese economieën en ook op Nederland. Natuurlijk enerzijds vanwege de vraagtekens die we zijn beginnen te plaatsen bij bijvoorbeeld investeringen vanuit China. Daar zijn ook in uw Kamer veel debatten over geweest en terecht. Maar ook aan de andere kant van het verhaal zien we dat het feit dat Amerika China als grootste strategische economische bedreiging ziet, ook gevolgen heeft voor ons. Omdat de Verenigde Staten bijvoorbeeld, en een heel concreet voorbeeld dat ook Nederland raakt, niet wil dat bedrijven zoals ASML in de halfgeleiderindustrie bepaalde zaken exporteren naar China. Dus vanuit Washington wordt dan een exportverbod niet opgelegd, nog niet. Maar er zijn bepaalde rode lijnen waar de VS mee spelen, die ook op termijn kunnen raken aan welvaart in Nederland. Dus we zitten daar dus een beetje klem. En onze analyse is dus dat deze beide schokken ons in zekere zin, om een groot woord te gebruiken, in een nieuw tijdvak brengen. Een nieuw type industriebeleid dat voor een deel al ook wordt ontwikkeld. En daarover geef ik nu graag het woord aan mijn collega Hans Kribbe. Die zal toelichten welke initiatieven al afgelopen jaren zijn genomen op dit terrein. En met name vanuit Brussel en de Europese Commissie. Meneer Kribbe, we horen u niet. Het is natuurlijk altijd de vraag of dat aan onze kant ligt dan die van u, maar... Ja, nee,
Kunt u mij nu horen? Ja, dit is een stukken beter. Dus, the floor is yours. Ja, ik had hem op mute staan, dus dat helpt niet. Nee, ik zei dat de commissie eigenlijk een eerste zet heeft gedaan vorig jaar. Met het publiceren van een belangrijke studie die de kwetsbaarheden, de strategische kwetsbaarheden in belangrijke toeleveringsketens in kaart brengt. En als je naar de cijfers kijkt en naar de data, dan is dat eigenlijk enorm zorgwekkend. Hè. De commissie heeft toen naar zo'n 5000 producten gekeken. Vooral producten die een rol spelen bij de vergroening van de economie, volksgezondheid, veiligheid en technologie. En uit dat onderzoek kwam dat er voor een enorm aantal van die producten, 137, de Unie erg afhankelijk is van derde landen. En vaak gaat dat om China. En dan zijn er volgens de commissie zo'n 30-tal producten waarbij er eigenlijk ook geen alternatieven zijn voor China en andere landen. En waar afhankelijkheid ook tot grote kwetsbaarheid leidt. En dan hebben we het dus over bekende voorbeelden zoals de zeldzame aardmetalen, batterijtechnologie, sommige vormen van cloud en edge technologie, AI, halfgeleiders en andere. Als je even naar bepaalde data kijkt, zegt de commissie bijvoorbeeld dat op het gebied van batterijen, natuurlijk cruciaal voor de vergroening van onze economie, dat als je kijkt naar de grondstoffen die daarvoor nodig zijn, slechts 1% uit Europa komt. Dus we zijn voor 99% afhankelijk van het buitenland. En dan moet je er ook bij in beschouwing nemen dat tegen 2030 volgens de commissie we 18 keer meer lithium nodig hebben. En tegen 2050 zelfs ongeveer 60 keer meer van die grondstoffen nodig hebben. En voor andere grondstoffen die belangrijk zijn bij de productie van batterijen geldt hetzelfde. Bijvoorbeeld bij kobalt moeten we aan het eind van dit decennium 15 keer meer hebben dan we nu reeds hebben. Dus je ziet dat daar een enorme vraag ligt waar wij, de commissie, ook Europa en Nederland, mee aan de slag moeten. Nou, de commissie, en dat is de volgende slide, heeft al heel veel ondernomen. Er is heel veel onderweg inmiddels. Ik ga niet alles opnoemen, maar van belang is misschien om even aan te stippen dat er verschillende soorten van industriebeleid uit Brussel komen. Veel daarvan is ondersteunend, dus gericht op het versterken van bepaalde ecosystemen, industrieën in Europa. We hebben de welbekende Chips Act van eerder dit jaar, waar veel overheidssteun mee verbonden is. Maar er komt ook dit jaar, en dat schijnt een prioriteit te zijn in Brussel, een Raw Materials Act, een soort vervolg op de Chips Act. En dat moet onder meer een antwoord bieden op het probleem dat ik net schetste. Daarnaast zijn er industriële allianties die worden opgezet of al reeds opgezet zijn, waar de commissie samenwerkt met verschillende bedrijven en kennisinstellingen. Op het gebied bijvoorbeeld van de halfgeleiders. Ook waterstof is natuurlijk een sector die enorm veel aandacht krijgt op dit moment. De commissie heeft aangekondigd dat er een soort waterstofbank zal moeten komen, waar een soort Europese waterstofbank, waar een aantal miljard beschikbaar moet worden gesteld om te investeren in deze sector. En zo gebeurt er nog veel en veel meer op het gebied van ruimtetechnologie, communicatietechnologie. Er wordt gewerkt ook vooral in Duitsland aan een alliantie op het gebied van transformative technologies. Dus er komt een enorm veel activiteit aan op dit gebied. Er is gebeurd, maar er komt zeker nog meer. Ook op beschermend niveau is er veel gedaan reeds om onze industrie in Europa af te schermen tegen buitenlandse investeringen of overnames en ook
door grote staatsbedrijven, vooral uit China, dat wordt weliswaar niet zo gezegd, maar het is duidelijk dat men in Brussel vaak vooral bang is voor Chinese invloed van overheidsbedrijven. En tenslotte wordt er ook misschien in iets mindere mate gewerkt aan offensief industriebeleid. En daar gaat het vooral om het projecteren van en het uitvoeren van Europese standaarden of normen op basis van industriepolitiek. En daar heb je bijvoorbeeld het bekende voorbeeld van de koolstofgrensheffing. Maar ook meer recentelijk het initiatief om producten die gemaakt zijn met dwangarbeid te verbieden. Dan ga ik naar de volgende slide. En wat je bij al die initiatieven ziet, en misschien vooral bij de ondersteunende initiatieven om bepaalde ecosystemen met staatssteun en met andere middelen te pushen, is dat er eigenlijk dat Nederland en ook andere lidstaten in een soort dilemma zitten of terechtkomen. Enerzijds is het noodzakelijk, denken wij, en met ons vele anderen in Brussel, dat direct sturend industriebeleid, verticaal industriebeleid, dat nodig is. Er is statelijk handelingsvermogen nodig om die kwetsbaarheden tegen te gaan. Maar de vraag is dan hoe je dat moet doen en op welk niveau moet dit statelijk handelingsvermogen worden georganiseerd. En dan zijn er eigenlijk twee mogelijkheden. Enerzijds kan dat worden gedaan door Europa zelf. Dus dan gaat natuurlijk uiteindelijk veel om geld. Dus dan zou het Europese budget moeten worden aangesterkt om Europa in staat te stellen bepaalde ecosystemen met die middelen te ondersteunen. De andere mogelijkheid is dat je dat eerder op nationaal niveau doet. Dus dat de nationale overheden geld beschikbaar stellen, middelen beschikbaar stellen om industrieën te ondersteunen. Maar daarvoor heb je een versoepeling nodig van het Europese staatssteunkader. Beide mogelijkheden zijn niet onproblematisch voor Nederland. Er is politiek natuurlijk altijd wel weerstand tegen het idee dat we Brussel sterker moeten maken, dat er meer geld naar Brussel moet. Maar anderzijds is er ook bezorgdheid over het versoepelen van de mededingingsregels. Omdat wij een kleiner land zijn en grotere landen zoals Duitsland en Frankrijk, onze buren, meer vermogen hebben om kapitaal in hun industrieën te investeren. Dus we zitten in een ongemakkelijke positie in dit debat. Maar niettemin, en dan kom ik ook naar de volgende slide, is er een antwoord nodig. En we kunnen niet, menen wij althans, niets doen. En we zullen in moeten zetten op industriebeleid, maar we moeten daarbij wel proberen een onderscheid te maken tussen vormen van industriebeleid die welkom zijn en die niet of minder welkom zijn. En wanneer gaan we industriebeleid inzetten en wanneer niet? Het idee dat er een zwart-wit antwoord is van we moeten nooit industriebeleid doen of we moeten alleen maar industriebeleid doen, en dat is geen sterk argument in de huidige context. Wat je wel kan beargumenteren en wat je moet beargumenteren is dat je in sommige gevallen wel en in andere gevallen weer niet naar ondersteunende verticale industriemaatregelen moet grijpen. Dus dan kom je de vragen die je dan telkens tegenkomt zijn dan zoals welk ecosysteem moeten publieke middelen krijgen, welke niet. Hoe moet je keuzes maken, hoe moet de politiek keuzes maken tussen één of de andere ecosysteem met het beschikbaar stellen van subsidies bijvoorbeeld.
En daarom wordt het telkens belangrijker in de Brusselse context, maar ik denk ook op nationaal niveau, om een helder afwegingskader te formuleren. Dat het zijn voor industriebeleid zowel op groen kan zetten, als het echt nodig is, maar ook als het niet effectief is, of als het de markt, de interne markt bijvoorbeeld bedreigt, dat het zijn ook op rood kan zetten. En Luc zal iets meer over deze afweging, dit afwegingskader zeggen in de volgende slide. Ja, dank u. Ik pak het stokje hier even weer op. Wat we in het advies inderdaad hebben gedaan is een begin te maken met een voorstel voor zo'n afwegingskader. Waar je die afweging, publiek keuze, politieke keuze voor wie wel en wie niet, wat wel te steunen, wat niet, maakt. En u zult begrijpen als ervaren politici dat juist voor dat verticale industriebeleid, waar je een specifieke keuze maakt om bijvoorbeeld staatssteun te geven aan een bepaalde sector, en dus voor anderen niet, dat veel moeilijker is dan dat horizontale, generieke, eigenlijk iedereen rakende industriebeleid, waar die keuzes minder lastig zijn. Nou, wij zeggen de eerste vraag en de eerste toets is, hebben we genoemd, de strategische weerbaarheidstoets. Is er een bepaald doel, een missie? Nou, bekende en belangrijke is de vergroening, de digitalisering. Maar in de pandemie hebben we meegemaakt ook volksgezondheid, een belangrijk publiek doel. Dat wordt eigenlijk dat in het nauw komt, dat in het gedrang komt door die geostrategische kwetsbaarheid. Doordat bijvoorbeeld, zoals collega Hans Kribbe net zei, alle grondstoffen voor batterijen buiten de EU zich bevinden en we dus met de windmolens in de knoei komen, enzovoort. Nou, dat is de eerste vraag. Dan stel je dus vast, ja, moeten we hier überhaupt aan beginnen? Staat er iets op het spel? Maar vervolgens zijn er een aantal toetsvragen waarbij je dat gaat zeggen, ja, is dit wel de beste manier om te doen? En we kunnen even kort doorheen lopen. Ik zie, voorzitter, dat de tijd natuurlijk ook voortschrijdt zoals die pleegt te doen. Maar het eerste is er dan een effectiviteitstoets. Hè? Het is belangrijk om bij dat denken over industriebeleid, om niet oude fouten te herhalen, realiteitszin te hebben, focus. En in veel gevallen heeft het geen zin, zoals de SER ook schrijft in het advies over reshoring, om zomaar alles terug naar Europa te halen, als dat al zou kunnen. Maar kan je nadenken over andere manieren om dat te doen. Bijvoorbeeld zorgen dat je toeleveranciers diversifieert en andere partners zoekt om vandaan te importeren. Of dat je samenwerkt met partners, daar wordt wel over co-shoring wordt dat wel genoemd. Zodat je minder kwetsbaar bent. Nou, een tweede belangrijke vraag is marktverstoringstoets. Is het mogelijk om, natuurlijk als je staatssteun geeft, heb je heel snel een mate van marktverstoring. Maar kan dat beperkt worden? Is dat niet disproportioneel? Dat is dan wel een belangrijke vraag. Want die goed functionerende Europese binnenmarkt, dat blijft natuurlijk heel belangrijk. Ook voor Nederland, maar ook voor de EU als geheel. Voor de kracht van onze economie. Maar wat je vaak zult zien is dat je binnen die ruimere staatssteunkaders die de commissie dus toestaat, wel die toezichthoudende rol van de commissie moet houden. Een volgende vraag is, komen de baten, de voordelen wel terecht bij meerdere lidstaten? En is het niet, als we industriebeleid gaan doen vanuit de EU, dat alleen maar bijvoorbeeld alleen grote lidstaten daarvan profiteren? Of een voorbeeld dat we uit ons advies hebben, de ruimtevaartsector. Nou, daar is eigenlijk alleen Frankrijk en een stukje Luxemburg die daarin bezig zijn. Dus als de EU een hele ruimtevaartstrategie zou optuigen, ja, dan kan je eigenlijk van tevoren wel zien aankomen, die baten zullen niet gespreid zijn. En dus dan moeten we dat signaal misschien toch op rood of op oranje zetten en niet meteen daar groen licht aan geven. En laatste vraag, ook belangrijk voor Nederland, hè, wordt de multilaterale orde, bijvoorbeeld de positie van de WTO, de internationale handelsorganisatie, wereldhandelsorganisatie, niet nodeloos en disproportioneel belast door initiatieven. Maar daar zeggen wij ook als AIV, we moeten ook niet daarin al te naïef zijn.
de wereld waarin Europa het goede voorbeeld gaf op het gebied van het handhaven en voorstellen van internationale regels in de hoop dat andere landen, inclusief China, dan vanzelf zouden volgen. Die wereld is niet meer. En ook de Verenigde Staten heeft het vertrouwen in de WTO voor een stuk verloren. We moeten daar goed naar blijven kijken, want dat blijft belangrijk, maar we moeten daar ook niet naïef in zijn. Dus voelt aan, dit is een politieke afweging waarover moet nagedacht hoe die en waar die het best kan worden genomen. Maar een van onze voorstellen is dat de Nederlandse regering het initiatief zou kunnen nemen om dit denken aan te jagen door een dergelijk voorstel in te dienen, bijvoorbeeld met een andere lidstaat zoals Spanje, waarmee recent al meer is samengewerkt. Meneer Van Middelaar, komt u tot een afronding? Dan kunnen we ook nog een rondje vragen. Ja, ik zal tot een afronding komen. Ik zal even de volgende twee slides overslaan. Die gaan dan over specifieke casussen. We hebben wat meer geschreven over de halfgeleiderindustrie en waterstof. Dan kan je mee door die afweging galopperen. Het enige wat ik zou willen zeggen, met name over die waterstof, en ook omdat we in uw commissie zijn, hebben wat betreft de investering in waterstof, zeggen wij, ja, dat is nou iets waar de lichten duidelijk voor op groen staan en waar ook zeker voor Nederland grote kansen liggen. En waar gelukkig de afgelopen maanden het Nederlandse kabinet ook wel meer heeft aangesloten bij Europese initiatieven, terwijl dat een jaar geleden allemaal nogal karig was. En dat is dus heel, heel belangrijk om die verruimde kaders, dat is ook een van de conclusies hier op deze laatste slide, het derde bolletje, actiever inspelen op de grotere ruimte die de EU nu biedt om nationaal industriebeleid te voeren, bijvoorbeeld richting waterstof of ook bijvoorbeeld richting ASML. En ik sluit af met het eerste bolletje in onze hoofdaanbeveling. Dat komt weer terug bij die slimme industriepolitiek, voorzitters, te zeggen, ja, er is hier een enorme kanteling gaande in de krachten die naar dat verticale industriebeleid gaan, die te maken hebben met, we hebben het over gehad, geostrategische rivaliteit Amerika-China en dergelijke zaken meer. Probeer dat dus niet tegen te houden, maar probeer het te beteugelen, in te tomen. Zorg dat daar een kader is waardoor die besluiten daarover op een verantwoorde manier en ook in de openbaarheid voor een deel worden genomen. En zie daar ook nogmaals als Nederland de eigen kansen. Tot zover. Dank u, voorzitter. Dank u wel. Dank aan beide heren. Dan vragen van de leden. Ondertussen is collega Van Strien van de VVD ook aangesloten. En ik stel voor dat hij begint met een vraag. Ja. Zijn jullie lekker op volgorde? Dus dat vind ik handig. Voorzitter, kunnen we doen vraag en antwoord en dan de volgende? Doe ik altijd, ja. Korte vervolg. Als meneer Van Strien een korte vervolgvraag heeft, mag dat. De heer Van Strien. Dank aan u beiden voor de interessante presentatie. Ik heb een korte vraag, want ik volgde uw analyse helemaal. Maar als voorbeeld van een sector die niet de batenspreidingstoets zou doorkomen, gaf u ruimtevaart, want alleen Frankrijk en Luxemburg zouden daarvan profiteren. En toen was ik weer heel even kwijt, want die sector lijkt mij juist een sector waarvan het van belang is dat Nederland een slim industriebeleid zou opzetten. Ook gezien het ecosysteem, refereerde er in de introductie zelf al aan, dat we daaromtrend hebben rond ESTEC, de strategische autonomie die we ermee bereiken, de innovatie die eruit voortkomt. Dus kortom, hoe zou, om het even concreet te maken, uw afwegingskader ertoe leiden dat slim industriebeleid niet op de ruimtevaartsector van toepassing zou zijn? Wie kan deze vraag beantwoorden? De heer Kribbe of de heer Van Middelaar? Ja, ik... Allebei? Ja, kort iets zeggen. Nou, het is voornamelijk van belang bij die toets dat er meerdere lidstaten van overheidssteun profiteren. Hè. Dus dat we niet staatssteun toestaan, waarvan voornamelijk Frankrijk of Duitsland of een ander land profiteert en andere landen dus niet. Nou, op het gebied van de ruimtevaart is mijn indruk dat er voornamelijk in Frankrijk enorm veel wordt gedaan. Dat is denk ik minder het geval in andere landen, maar het voorbeeld noemen wij niet om
om te zeggen dat de ruimtevaart per definitie die toets niet doorstaat. Maar als een voorbeeld van waar je eens goed moet kijken waar die steun dan terechtkomt en of die dan ook wel gelijkmatig terechtkomt tussen verschillende belanghebbende landen in Europa. Dank u. Nog een korte vervolgvraag? Nee, mevrouw Kreuger. Dank u wel, voorzitter. En ik heb een vraag eigenlijk over... We hebben in Nederland natuurlijk een hele grote energie-intensieve industrie. Mede voornamelijk door de aanwezigheid lang van heel goedkoop Gronings gas. Richting een klimaatneutrale economie gaan we opbouw, ombouw, maar ook afbouw zien. Namelijk niet al die energie-intensieve industrie zal wellicht in Nederland in de toekomst nog plaatsvinden. Wat is uw blik daarop? En met name in het licht eigenlijk zou je zo'n schets van hoe die industrie dat veld eruit ziet in Europa ook niet met elkaar moeten oppakken? En wat is daarvoor nodig Europees? En om misschien één toelichtende opmerking te maken. We hebben nu gezien bijvoorbeeld in de huidige energiecrisis dat voor het afschakelplan van gas, in de gascrisis, eigenlijk ieder land voor zich is. Dus zou juist die omvorming van de industrie niet ook een Europese exercitie moeten zijn? En wat is daarvoor nodig? Ja, dank u wel, mevrouw. Dank u wel, mevrouw Kreuger, voorzitter, als u mij toestaat. Ja, ga uw gang. Voor deze boeiende vraag. De energie-intensieve industrie, dat is natuurlijk inderdaad een actueel voorbeeld in het licht van de huidige situatie met de energieprijzen. Ik ga eerst een disclaimer geven. Zoals ik in het begin zei, wij hebben niet een analyse gemaakt. En dat kunnen wij ook niet, dat willen wij ook niet als adviesraad internationale vraagstukken. Van de toestand van de industrie in Nederland. Die economische analyse, daar kunnen we wellicht wat opmerkingen over maken. Maar daarvoor moet u als het ware bij andere partijen aankloppen. Wat we wel zeggen is dat bijvoorbeeld als het gaat om die energie-intensieve industrie waar u het over heeft. Dat je dus goed moet kijken als je die gaat, hoe noemt u het, opbouwen, ombouwen of afbouwen. Of je daar niet strategische afhankelijkheden mee vergroot. Of dat je die strategische afhankelijkheden van buitenlandse leveranciers verkleint. Dat is dus een dimensie, afgezien van de economische dimensie. Omdat die industrie bijvoorbeeld minder rendabel is gezien deze hoge prijzen. Maar daar zit dus ook, kan voor bepaalde type industrie ook een geostrategische dimensie aan zitten. En wij zeggen, ja, die moet je dus ook in die afweging betrekken. Want als bepaalde industrieën hier sluiten of weggaan, of dat we die elders plaatsen omdat het onbetaalbaar wordt, en je zit vervolgens in een situatie waar je weer kunt worden afgeknepen, dan heb je ook de verkeerde keuze gemaakt. Uw andere suggestie, die lijkt mij zeer juist, dat het belangrijk is om dit ook gezamenlijk in Europa in kaart te brengen, dergelijke knelpunten. Voor een stuk kan de Europese Commissie dat doen, maar het is ook heel goed als vanuit de lidstaten, vanuit de regeringen, met elkaar, met buurlanden, met België, Duitsland, Frankrijk, dat je daar naar kijkt. Waar zitten die knelpunten en hoe kunnen we dat oppakken? Maar nogmaals, ook dat vergt eigenlijk een visie op plaats en toekomst van de industrie in Nederland. Om een befaamd rapport uit 1980 van Arie van der Zwan te citeren. En daar eigenlijk een soort nieuwe oefening van. Dank u. Dank u wel. Nog een korte vervolgvraag? Ja, misschien dat... het is al heel moeilijk om dat in Nederland te doen. Dat merken wij ook in het debat met de minister. Laat staan Europees. Zijn er nog obstakels om in Europa zo'n visie te ontwikkelen op industrie en waar, wat, hoe? Zijn er nog grote obstakels, niet zozeer politiek, maar ook in het juridisch kader qua mededing en qua WTO-wetgeving? Meneer Van Middelaar. Of misschien de heer Kribbe? Dat mag ook. De heer Kribbe? Dat mag ook. Ja, nee. Ik denk dat er op dit moment enorm veel gebeurt in het formuleren van visies op industriepolitiek. Ik denk dat de wettelijke kaders rond de mededinging
en staatssteun, soms fusieregels, dat die aan het schuiven zijn, of de interpretatie van die regels is aan het verschuiven en die is aan het versoepelen. Dus dat is een proces dat langzaam gaat, maar dat onder de politieke druk en de druk van de gebeurtenissen in de wereld, zoals de oorlog in de Oekraïne, doorgaat. Het probleem dat ik zie is dat het niet altijd even duidelijk is of transparant hoe dat verloopt. En het debat, zoals dat wordt gevoerd, als er al een debat wordt gevoerd, gaat vaak binnenskamers. En het is heel moeilijk, zelfs voor mensen die permanent in Brussel zijn, zoals ik zelf, om precies de vinger te leggen op de cruciale beslissingen die soms worden genomen. En dat heeft ook te maken met het feit dat de besluitvorming rond industriepolitiek vaak heel gefragmenteerd is. We hebben het hier over iets dat deels een economisch vraagstuk is en waarbij de beslissingsnemers ook in de departementen van de economie, dus de interne markt, mededinging zitten. Maar anderzijds is het ook, zoals Luc al eerder zei, een buitenlands politiek dossier. Dus je ziet allerlei verschillende silo's in de Brusselse instellingen, soms vrij onafhankelijk denken en opereren. En waar het volgens mij aan tekort schiet, en misschien ligt hier ook een taak voor Nederland, is het bijeenbrengen, het integreren van verschillende beleidskokers die samen tot een heldere, ook voor de burger toegankelijke, besluitvorming leiden. En ook een betere besluitvorming, waarbij betere afwegingen worden genomen. Dus enerzijds, ik denk om het even kort te zeggen, er gebeurt heel veel, maar het is toch niet altijd even gestructureerd en helder om te volgen. Dank, heer Kribbe. Ja, Amaus. Ja. Ja, dank aan het mooie rapport en scherpe rapport. En ik denk dat het ook op het juiste moment komt dat wij hier in dit huis veel over industriepolitiek en industriebeleid spreken. Ik werd getriggerd door bij de teksten bij aanbeveling 3, een van de 10 aanbevelingen, waar het ging over die industriële politieke wending niet langer te bezien vanuit een terughoudende nee mits, maar vanuit een constructieve ja tenzij. En ik reflecteer dat even over de huidige situatie waar we in zitten. Mevrouw Kreuger noemde het ook al, over de energie-intensieve bedrijven, industrie, zowel Europees als Nederlands, dat je daar vrij snel de discussie hebt niet over inderdaad, hè, wat levert mij op strategisch, maar voornamelijk het kost heel veel geld. Hè, als je oftewel nationaal doet of Europees. Hoe kunnen wij als politiek, als overheid daar toch gestructureerder doorheen? Kunt u daar eens op reflecteren? Dat we niet alleen maar blijven hangen in, ja, het kost geld, maar in welk opzicht is het een investering inderdaad en houdt het vermindert het inderdaad de strategische kwetsbaarheid. Hoe pak je dat aan? Dank u wel. De heer Kribbe of de heer Van Middel? Van Middelaar wil graag een antwoord geven. Dank aan de heer Amahoes voor deze scherpe vraag over, voor een deel over de politieke communicatie ook van de keuzes die worden gemaakt. En als er geld wordt uitgegeven. Ik denk dat dat vraagt van de politiek en dus ook van u om een verhaal waarin zowel de economische, financiële kanten van industriebeleid als ook de andere publieke doelen die daarmee worden beoogd, worden samengebracht. Even concreet. Het lijkt nu alweer ver achter ons te liggen, gelukkig, maar de pandemie, 2,5 jaar geleden, helemaal aan het begin van de COVID-crisis, hadden we ook te maken met een soort industriepolitiek falen, omdat er geen mondmaskers voldoende waren in Nederland en ook overigens niet in andere EU-landen. En waren we afhankelijk van China, bekend onder meer al die verhalen nog. In elk geval, iedereen was druk bezig om
om te zorgen dat mensen en artsen en verpleeghuizen enzovoort beter beschermd konden worden. Ja, dat wat op dat moment op het spel stond, was ziekte en gezondheid, zelfs leven en dood. En ja, je zou kunnen zeggen, een investering voordien in dat type product, dat kost dan inderdaad geld. Maar daarmee wordt ook een belangrijk publiek doel, volksgezondheid, verwezenlijkt. En zo geldt het ook voor een aantal van die andere voorbeelden. De inspanningen die we doen op het vlak van klimaat, ja, die kosten geld. Maar we doen dat ook om te zorgen dat er een leefomgeving behouden blijft voor ons en generaties na ons. Dus het is als het ware, het vraagt erom om niet alleen door de bril van de minister van Financiën te kijken, maar ook vanuit een breder kader en vanuit andere belangen en waarden die de politiek ook uitdraagt en probeert te verwezenlijken voor ons in Nederland. Dus dat is een heel algemeen antwoord, maar ik denk dat het daar ook een belangrijke taak ligt in de vertaling van dit type keuzes. En verder misschien, als je dan toch met de bril van de minister van Financiën wilt kijken, dan is natuurlijk aan de financiële zijde van het verhaal, is soms een kleine investering vandaag die rendeert in de toekomst, omdat daar allerlei catastrofes of andere zaken mee worden vermeden. Ook vanuit puur begrotingstechnisch oogpunt kan een verstandige keuze zijn. En dat vraagt dus ook om een vermogen om wat meer strategisch vooruit te kijken naar bepaalde risico's, ook op het gebied van klimaat bijvoorbeeld. En daar nu alvast te investeren in plaats van over 10 of 20 jaar met weggespoelde woonwijken te worden geconfronteerd. Ik spreek nu helemaal voor de vuist weg, zoals u begrijpt, voorzitter. Tot zo. Dank u. Ja, Maus, nog een vervolgvraag? Ja, Lok, maar ik wil ook de heer Bouke, maar de vervolgvraag, maar dat hoeft nu, is voor mij natuurlijk wel, kijk, dat is ook de discussie die nu in Europa plaatsvindt. Hè. Duitsland die 200 miljard investeert, volgens mij 23 miljard volgens mij voor de energiecompensatie van die bedrijven. En volgens mij is het ook wat de heer Middelaar noemt, moet je die lijn ook doortrekken naar Europa? Wat is het publiek belang van Europa? Want het zijn niet alle landen die mee kunnen met dat grof geweld in die investeringen. Denk je dat een opmerking was? Of ja, de heer Bouke, voor uw vraag. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de presentatie. Ik kan hem heel goed volgen. En ik denk inderdaad dat het een goed moment is om het hierover te hebben. Jullie hebben een aantal, 5 toetsen voor een afwegingskader opgeschreven. Ik vraag me af, bestaat er ook niet zoiets als een leidend principe? En misschien noemen jullie dat ook eerder hoor in de presentatie als de aanleiding, hè, dat nieuwe kantelpunt. Maar is klimaatverandering, en met niet zozeer klimaatverandering, maar het beleid dat de EU op klimaatverandering heeft, namelijk het hele Fit for 55 pakket en alles dat daarna, in de jaren daarna nog moet komen, niet echt een leidend principe voor hoe de Europese industrie gevormd gaat worden. Dus niet alleen maar het geopolitieke, maar ook gewoon echt het, je kan het ook negatief neerzetten, het keurslijf waarin we ons plaatsen om de emissies te reduceren. Want je gaat, alle landen in de EU gaan keuzes moeten maken om CO2-emissies te reduceren. En dat zal ook een effect hebben op onze industrie en onze industriepolitiek. De heer Van Middelaar of de heer Kribbe? Ja, dank u wel, voorzitter, de heer Van Middelaar hier. Dat is inderdaad een vraag waar we ook in onze commissie en in de AIV over hebben gediscussieerd. Wat is nu, of zou je kunnen vaststellen wat het belangrijkste doel is, of de belangrijkste publieke missie waar je Europees industriebeleid voor zou willen inzetten? Maar onze conclusie was, uiteindelijk zeg ik tegen de heer Bouke, dat je dat niet van tevoren kunt vastleggen. Het is evident dat vergroening een hele belangrijke is. Maar dat geldt ook voor digitalisering. Tegelijk, ik noemde het net al, in de pandemie hebben we gezien dat er ook momenten zijn dat ineens volksgezondheid
als een duveltje uit een doosje als het ware komt. En ook het onderwerp moet blijken te worden van Europees industriebeleid. Dus daarom hebben we gezegd in die eerste toets van die vijf, en eigenlijk het vertrekpunt, de strategische weerbaarheid. Als je nou zo'n publiek doel hebt, bij welk van die doelen, van de allerbelangrijkste, is sprake van die geostrategische kwetsbaarheid? Welke van die doelen, dus uw voorbeeld klimaat, de batterijen, noemde Hans Kribbe al, welke van die doelen komt in het gedrang omdat je te afhankelijk bent van buitenlandse leveranciers en moet je dus een tandje bijsteken? Zo zien wij die koppeling. Dus het is, wat dat betreft is het verminderen van die geostrategische kwetsbaarheid puur een middel. Dat is een middel om publiek doel zoals klimaat, digitaal enzovoort te verwezenlijken. Maar we zijn het absoluut eens met uw constatering dat duidelijk die groene agenda die ook alle Europese lidstaten aangaat en ook Nederland, die zal ongetwijfeld een hele belangrijke zijn de komende jaren in dit verband, maar niet per se de enige. Oké, dank u wel. Heer Bouke, nog een vervolgvraag? Kort. Ja, toch wel kort. Want ik kan u heel goed volgen. Dank voor het antwoord. Maar het kan het ook zo zijn dat omdat we de klimaatdoelen nu eenmaal hebben, we beginnen nu met het halen van die doelen, dat veel meer leidend zal zijn. En dat misschien keuzes die we anders gemaakt zouden hebben, zal beïnvloeden. Omdat we nu echt eenmaal een heel stevig pakket hebben, dat in wetgeving is vastgelegd. Dat is een soort van trein die gaat rijden en die niet meer te stoppen is. De heer Van Middelaar. Ja, ik denk zeker dat u gelijk heeft dat daar een soort uitstralingseffect vanuit gaat van die klimaatwetgeving. Maar verder herhaal ik het punt dat ik net maakte. Het is belangrijk bij dit nadenken over industriepolitiek om je niet vast te binden op één publiek doel, maar te erkennen dat er situaties kunnen zijn die zich voordoen, waar je ineens blijkt dat er een kwetsbaarheid zich voordoet die je van tevoren niet had zien aankomen. Nogmaals, zie COVID-19. En dan is het dus zaak om een kader te hebben van waaruit je ook op zo'n moment dat type besluit ingrijpen, staatssteun kunt rechtvaardigen of niet. Oké, dank u wel. Dan heb ik zelf nog een korte vraag. En dan stopt deze technische briefing, want het is de tijd op. Maar ik worstel een beetje hetzelfde, of ik pijn over hetzelfde als de collega's hiervoor. En dat is dat, kijk, dat zegt u natuurlijk ook, er zijn heel veel thema's die heel belangrijk zijn. Soms zelfs mondkapjes in extreme situaties. Maar ik zoek inderdaad ook, wat is dan dat andere criterium wat we moeten gaan gebruiken bij deze slimme industriepolitiek? En ik dacht zelf, misschien is dat wel cruciale technologieën waarvan we niet willen dat die in niet-Europese handen vallen, of in niet-Nederlandse handen. En B, is dat misschien die 34 producten waarvan u aangaf in de analyse van de commissie, van ja, daar is een te grote afhankelijkheid van één land. En dat maakt ons kwetsbaar. Dus is het niet dat we dus de markt willen beteugelen en dat daar een criterium bij zit van we willen een heel divers aanbod van alle producten die we hebben in Europa, zodat we nooit geopolitiek kwetsbaar zijn op wat voor product dan ook. Of is er een ander criterium? Maar ik ben een beetje op zoek naar, want het is niet van proberen tegen te houden, maar beteugel het. Maar het is ook niet zo van probeer zoveel mogelijk markt nog mogelijk te maken. Dus ik ben een beetje op zoek naar dat andere criterium wat we hierbij moeten gebruiken. Nou ja, misschien tot slot, en ik zal collega Kribbe vragen om aan te vullen, omdat we nu in de slotronde inderdaad zijn, voorzitter. Met dat beteugelen bedoelen we, erken dat die beweging gaande is naar dat industriebeleid. En ik voel ook in uw commissie dat daar ook steun voor is. Hè, bijvoorbeeld als het gaat om vergroening. Maar zorg ook, en daar is ook een Nederlands belang bij, dat niet de fouten uit het verleden, namelijk dat er te veel geld, staatssteun ging naar industrieën die bijvoorbeeld toch al ten dode waren opgeschreven. In Nederland zit het voor een vorige generatie beleidsmakers en politici het trauma van de RSV-affaire nog heel diep. Dus dat wil je niet opnieuw. En daar heb je dat kader voor nodig om te zorgen
dat de publieke middelen, belastinggeld, dat je besteedt, goed terechtkomt bij dingen die echt nodig zijn. Nou, en dat wat nu echt nodig is, hè, dat is denk ik telkens onderwerp van politiek, liefst publiek debat in de openbaarheid. Wat is die missie? En dat kunnen niet wij als AIV nu gaan zeggen van dit is wat het moet zijn. Wij reiken als het ware een kader aan om over die publieke missies na te denken. We doen daarbij ook de oproep, ook aan het kabinet, om daarover beter en misschien ook vaker te communiceren. Niet alleen in mooie brieven die u gaat bespreken, maar misschien ook eens een keer in een interview of op televisie. Omdat hier echt iets aan het veranderen is in de economische structuur, in feite ook van Nederland. Zo zouden wij daar tegenaan kijken. U heeft volkomen gelijk, de heer Thijssen, dat ja, die technologie, dat zal in heel veel, op heel veel momenten blijken dat die een bottleneck is, bijvoorbeeld voor digitalisering en voor klimaat. En daarom noemde Hans Kribbe ook die zeldzame aardmetalen, de raw materials, die vaak voor die technologie gebruikt wordt, als een van de grote aandachtspunten van de commissie. Dus die zullen we ongetwijfeld nog blijven tegenkomen. Ja, collega, dank u wel. Ja, misschien dat collega Kribbe ook nog een antwoord heeft, maar de leden moeten allemaal door naar een volgende afspraak. Dus ik ga deze technische briefing sluiten. Ik wil de genodigden hartelijk danken voor het rapport en ook deze toelichting. Dank u wel. Dank aan de leden en aan iedereen die deze technische briefing gevolgd heeft. En ik wens iedereen nog een fijne dag. Oh, en daarbij sluit ik de technische briefing.